Hallo, je kijkt naar weer een nieuwe Wat de Lees volgens de Mees. Hier, voor je leesplezier. Vandaag heb ik voor jullie meegenomen films die nergens draaien. En in één woord is films die nergens draaien fantastisch. In films die nergens draaien volgen we Cato. Cato is een beetje eigenwijs. Hier vlechten en hier een staartje. Een korte sok en een lange sok. Groot fan van Bruce Lee. En Cato heeft een konijn wat ze meer op een varken vindt lijken. Cato woont thuis met haar vader. Haar moeder is overleden toen Cato werd geboren. Maar ja, haar vader is er wel, maar ook weer niet. Haar vader sloft namelijk alleen maar door het huis en zegt vrij weinig. En Cato vindt dat enorm vervelend. Goed om te weten, Cato maakt ook graag foto's. Foto's waarvan dan? Foto's van dingen die niemand echt ziet. Hè? Huh? Denk bijvoorbeeld aan voortuinen, standbeelden, deurkrukken. Dingen waarvan Cato denkt, als ze er niet meer zijn, zullen mensen ze dan echt missen. Waarom vertel je dit? Die foto's zijn belangrijk voor het verhaal. Want op een dag komt Cato mevrouw Kano tegen. En mevrouw Kano heeft de oude bioscoop in de stad overgenomen. Maar het is niet zomaar een bioscoop. De bioscoop, één grote bende is het daar zo, staat namelijk een filmprojector. Maar die filmprojector is verbonden aan een grote zwarte doos. Later in het verhaal gaat Cato natuurlijk kijken in die doos. En daar vindt ze alleen maar een voorwerp. Huh? Voorwerp in een doos en die doos is verbonden aan een filmprojector. Dat blijkt later, die filmprojector projecteert een foto op het bioscoopscherm. En door dat bioscoopscherm kun je heen stappen. Wat blijkt namelijk? De filmprojector werkt met een oude foto, een voorwerp dat past bij die foto en zo kun je in die foto stappen door het bioscoopscherm. Je kunt als het ware terug in de tijd. Waanzinnig verhaal natuurlijk. Cato gaat op een gegeven moment ook door het bioscoopscherm. Eerst veranderen en misschien uiteindelijk wel voor zichzelf. Ik raad films die nergens draaien aan voor kinderen die houden van hun humor. En ik raad het aan voor kinderen die dol zijn op een goed verhaal. Een verhaal waarvan je in het begin een beetje denkt, wat gaat er allemaal gebeuren? En aan het einde spatten je hersenen bijna uit elkaar van, wow, wat gebeurt hier? Wat zit dit goed in elkaar? Films die nergens draaien is een prettig boek om te lezen. Dat komt door de korte hoofdstukken, de makkelijk te lezen tekst en het woordgebruik wordt nergens te moeilijk. Films die nergens draaien is geschreven door Jorik Goldewijk. En Jorik Goldewijk heeft ook Duizend en Ik geschreven. En hij heeft Billy Extra Plankgas geschreven. Fijn dat je keek naar een nieuwe. Ciao, ciao.